Iedereen heeft recht op betekenisvolle activiteiten. Iedereen heeft recht op betekenisvol handelen. En wat dat betekenisvol is, dat moet één ieder voor zichzelf uitmaken. Maar feit is wel dat als jij door een ziekte of door een beperking of door een handicap, tijdelijk of blijvend, aangeboren of verworven doorheen het leven, dat als je daardoor niet die betekenisvolle activiteit kan uitvoeren, dat dat een serieuze impact heeft op uw gezondheid, op uw ervaren gezondheid, dat dat een serieuze impact heeft op uw kwaliteit van leven. En net daar is waar een ergotherapeut een rol kan spelen. Net daar is waar wij als ergo een hele nauwe samenwerkingsrelatie kunnen aangaan met de patiënt, juist om die persoon terug in staat te stellen, om die persoon te coachen, om die persoon te ondersteunen, te begeleiden, om die persoon terug in staat te stellen om die betekenisvolle activiteiten. Uit te voeren. En dat doen wij alles behalve alleen. Er is geen enkele patiënt die baat heeft bij een Einzelganger. Als we een voorbeeld mogen nemen en stel dat er uh, iemand met een, uh, verkeers of in een verkeersongeluk betrokken is en die zijn bovenbeen is moeten geamputeerd worden, ja, dan moet verzorgd worden, die wonden. In eerste instantie moet eigenlijk al die amputatie voltooid worden door een orthopedisch chirurg. Die wonden moet verzorgd worden door een verpleegkundige en door een zorgkundige. De spierkracht in de spieren die nog aanwezig zijn in die stomp moet uiteindelijk voldoende sterk zijn om op het einde van de rit uiteindelijk met de prothese de voeten uit te kunnen. De psycholoog die zal zich bekommeren over de mentale gezondheid, want hoe het ook draait of keert, dat is een serieus trauma. En een ergo die gaat op zijn beurt uiteindelijk zorgen of helpen u in staat stellen om uiteindelijk met die prothese terug te kunnen doen wat dat je wil doen. Terug te kunnen doen wat dat je vroeger deed, terug aan de slag kunnen gaan, je werk terug kunnen hervatten bijvoorbeeld. Of terug je hobby's kunnen hervatten. En dat in staat stellen tot het terug kunnen uitvoeren van die betekenisvolle activiteit, dat kan eigenlijk door gebruik te maken van uh, aanpassingen. Omgevingsaanpassingen, kleine of grote, maar ook door vaardigheden, door te gaan trainen op vaardigheden, door te gaan trainen op functies. En het is vaak die combinatie die maakt dat er uiteindelijk een succesvolle revalidatie is. Maar zoals ik juist al zei, doen we dat niet alleen. We doen dat allemaal samen, samen met verschillende disciplines, samen met verschillende professionals. En daartoe willen wij u eigenlijk opleiden om het terug in staat stellen van personen mogelijk te maken. En dat doen wij uiteindelijk in een Professionele bachelor in de ergotherapie. Dat is een driejarige professionele opleiding die eigenlijk 32 jaar geleden gestart is geweest. Juist voor de lol geef ik u dat eigenlijk al mee. Op dit moment herbergen wij eigenlijk om en bij de 360 studenten die verdeeld zijn over twee opleidingstrajecten. En dat is op zich ook wel een interessant gegeven. Want we hebben een opleidingstraject voor de student die fulltime studeert, alleen maar met de studie bezig is en daarbuiten waarschijnlijk nog een aantal hobby's heeft. En daarnaast hebben we ook een opleidingstraject voor studenten. Studenten die werk combineert met studie, of een gezin combineert met studie, of werk en een gezin combineert met studie. Dat is eigenlijk het alternatieve opleidingstraject. Dus wij kunnen, daar waar dat wij uiteindelijk uh, mogelijk uh, zijn, u uiteindelijk een, een soort van traject op maat uh, aanbieden. Nu. Of het nu in het regulier opleidingstraject zal zijn, of in het alternatief opleidingstraject, onze opleiding zal leren, zal jullie leren en zal jullie tonen hoe krachtig mensen kunnen zijn. En dat mensen, in dit geval bedoel ik zowel de student, de junior collega, want jullie zijn en zullen krachtig moeten zijn als hulpverlener. Want hoe je het ook draait of keert, er komen personen met een hulpvraag. Sommigen heel groot, heel emotioneel beladen. Anderen wat kleinere hulpvragen, minder emotioneel beladen. Maar ze komen bij jou ten rade. Ze komen hulpvragen aan jou en je gaat samen met hun een traject bewandelen. Daarvoor moet je krachtig staan. Stevig in de stoenen, schoenen stevig in het hoofd. Maar met mensen bedoelen wij eigenlijk ook de patiënt zelf, de cliënt, want het is ook de cliënt die krachtig moet zijn en die krachtig moet staan in de schoenen, krachtig moet zijn in het hoofd of althans op weg geholpen dient te worden om krachtig te staan in de schoenen of krachtig te zijn in het hoofd. En wij tonen vanaf dag 1 in de opleiding eigenlijk hoe krachtig dat mensen kunnen zijn. En daar gaan we mee aan de slag vanaf dag 1. Leren we je soft skills, leren we je therapeutische vaardigheden aan om over drie jaar met een professionele bachelor diploma op het, werk vult, het werkveld met voldoende zekerheid en voldoende maturiteit te kunnen betreden. Nu, er zijn natuurlijk ook bepaalde inhouden voor nodig. Het is niet dat wij op drie jaar tijd gewoon met elkaar even in dialoog gaan gaan en dat je daarvoor voldoende gewapend bent om het werkveld te betreden. Er zijn een aantal vak- of inhoudelijk opleidingsspecifieke inhouden die aan bod komen. Dat zijn de inhouden die eigenlijk in de cirkeltjes staan eh, omschreven. En er zijn ook generieke Onafhankelijk van de opleiding, gewoon generieke competenties, generieke vaardigheden die eender welke professional eigenlijk nodig heeft. Nu, de opleidingsspecifieke inhouden. Ja, daar zijn we eigenlijk met drie elementen zijn we daar eigenlijk mee aan de slag, of gaan we daarmee aan de slag. Enerzijds hebben we de biomedische wetenschappen, en dat zijn eigenlijk de inhouden zoals anatomie, fysiologie en neurologie. Zeer voornaam om te weten hoe dat de mens in elkaar steekt. Zeer voornaam om te weten uit welke stelsels, ademhalingsstelsel, bloedvatenstelsel en zo verder, de mens eigenlijk in elkaar steekt en hoe dat, dat functioneert. Om achteraf ook te begrijpen waar dat er iets mis kan lopen en welke invloed of welke rol dat de ergotherapeut kan spelen in het verbeterproces, in het revalidatieproces wat dat betreft. Naast die biomedische inhouden hebben we ook de humane wetenschappen, humane inhouden, te denken aan sociologie. Groepsdynamica. Hoe functioneert een bepaalde persoon in een groep? Wat betekent de rol van vader voor een man in een gezin? Wat betekent de rol van moeder voor een vrouw in het gezin, bijvoorbeeld? Maar ook psychologie. Hoe zit het allemaal in dat hoofd van die patiënt? Welke copingstrategieën hanteert die patiënt? Hoe gaat de patiënt om met traumatische ervaringen, zoals bijvoorbeeld die amputatie waar ik je zojuist naar refereerde? naast die humane en biomedische tot slot hebben we ook de ergotherapeutische leerinhouden. De ergotherapeutische leerlijn. En daar gaan we het dan eigenlijk hebben over inhoudsmodellen, over benaderingswijzen, over therapeutische strategieën die een ergotherapeut kan gaan hanteren. En het is die combinatie, die drie, die combinatie die ons in staat stelt als ergotherapeut weliswaar, om uiteindelijk de mens in zijn totaliteit te kunnen gaan bekijken en heel doelgericht uiteindelijk die mens in staat te kunnen stellen om terug betekenisvol te kunnen handelen. Nu, diezelfde inhouden, ik heb nu een aantal voorbeelden aangehaald, maar diezelfde inhouden komen zowel in jaar 1, jaar 2 als in jaar 3 terug, maar in evoluerende zin. He, een toenemende moeilijkheidsgraad, waarbij eigenlijk in het eerste jaar de focus, wat betreft die inhoud, voornamelijk op de gezond, de normaal functionerende mens uh, gesitueerd is, gefocust is. In jaar twee gaan we kijken wat kan er in de normale ontwikkeling bij die normale, gezond functionerende mens allemaal mislopen? Wat zijn eigenlijk de handelingsproblemen die één er wie kan oplopen in zijn of haar leven? En bovendien wat dat een eigen ergotherapeut kan doen. Aan die handelingsproblemen. Om dan vervolgens in jaar drie echt als professional aan de slag te gaan en eigenlijk u te onderdompelen in stages. Heel veel stages. Nu, er zijn ook al wat stages in het eerste, in het tweede, maar de gros, het gros, de meeste stageuren worden gepresteerd in het derde jaar, ergotherapeut als professional. Nu dat wat betreft de opleidingsspecifieke leerlijnen, de opleidingsspecifieke leerinhouden. Daarnaast hebben we eigenlijk ook nog generieke, onafhankelijk van de opleiding zoals ik daarnet al zei, competenties zoals ondernemend handelen, onderzoekend handelen en internationaal intercultureel handelen. Nu ondernemend handelen als ergotherapeut evenzeer, maar als eender welke beroepsdiscipline ga je zelf ondernemend moeten zijn. Je gaat jezelf moeten profileren, je gaat op je strepen moeten staan, je gaat in dit geval uiteindelijk moeten opkomen voor de rechten van de patiënt. En dat vergt ondernemingszin, dat vergt ook durf met momenten. Daarnaast onderzoekend handelen. Als jij een bepaalde therapiesessie met een patiënt aangaat of je bent therapie aan het geven, dan hoop ik van harte dat die therapie ook gestoeld is op wetenschappelijk bewijs en niet dat je zomaar iets uit de duim zuigt en zomaar iets verzint om met die persoon te gaan doen, maar dat dat wel degelijk effectief blijkt bevonden te zijn in de literatuur onderzoekend handelen. En als laatste, internationaal en intercultureel handel of competenties. Daarmee bedoelen we enerzijds dat we stages onder andere in het buitenland kunnen gaan aanbieden. Maar nog belangrijker dan stages in het buitenland is dat we eigenlijk ook in de eigen samenleving. Geconfronteerd worden, of niet geconfronteerd, blootgesteld worden aan verschillende culturen, aan verschillende mindsets en dat wij ook met die verschillende culturen aan de slag zullen gaan. En daarvoor moeten we eigenlijk gewaar zijn en gewaar worden en bewust zijn van die verschillende instellingen, van die verschillende culturele achtergronden en die verschillende gedragspatronen die daarbij horen, om vervolgens daarop te kunnen inspelen. Nu, dat eigenlijk een vogelvlucht weliswaar, waar dat wij de, in de opleidingsjaren de focus op zullen leggen. Nu, en in die opleiding, die inhouden komen in een opleiding terecht, waarbij onze opleiding steunt op vier grote, vier fundamentele pijlers. Pijler 1 is eigenlijk sociaal constructivistisch. En modulair, wat eigenlijk wil zeggen dat wij alle inhouden eigenlijk, eigenlijk clusteren in kleine modules, in modules van zes weken, waarbij iedere module uiteindelijk afgesloten wordt met een bloktoets. Dus je hebt zes weken les, je hebt een bloktoets en het is gepasseerd. Dat bedoelen we met modulair. Anderzijds hebben we ook dan die sociaal-constructivistische onderwijsvisie die wij hanteren, wat eigenlijk een heel moeilijk woord is voor iets heel simpels, namelijk dat wij aan de hand van hele echte casussen uit het werkveld gegrepen aan de slag gaan om uiteindelijk te gaan kijken oké okay, dat zijn de hulpvragen waarmee een ergotherapeut geconfronteerd kan worden. We gaan in kleine groepjes aan de slag gaan, sociaal hè, gaan we aan de slag gaan. En gaan we eigenlijk in plan van aanpak opbouwen, gaan we iets construeren. Dus we gaan aan de hand van echte casus, uit het werkveld gegrepen, uiteindelijk die leerinhouden ons eigen maken. Die gaan we ons instuderen aan de hand van die echte casus. sociaal constructivistisch constructivist en modulair. Anderzijds authentiek en innovatief. Authentiek is dan weer een woord om te zeggen dat het zo echt als mogelijk is. We gebruiken dus casussen uit de echte werksituatie. Maar we hebben hier op scholen de opleiding ook gebouwen. We hebben hier ook lokalen die de praktijk zo echt als mogelijk simuleert. Zodanig dat als je op stage gaat, je eigenlijk al ervaring hebt met de context waarin dat je mogelijk stage zou kunnen lopen. Dat bedoelen we met authentiek. Innovatief, dat is eigenlijk dat er verschillende. Ja, het werkveld staat ook niet stil. Net zoals wij niet stilstaan en ik op dit moment niet stilsta, staat het werkveld ook niet stil. Dus het werkveld evolueert en ook wij moeten ons aanpassen aan de noden die het werkveld voorop stelt. Dus wij innoveren en we leren jullie omgaan, ondernemend omgaan met die innovaties in dat werkveld: authentiek en innovatief. Pijler 3, zoals ik in de introductie al zei, interdisciplinair handelen is zeer voornaam. Wij zijn geen einzelganger. Wij werken samen met artsen, met kinesisten, met verpleegkundigen, met psychologen. En dat interdisciplinair aspect, dat ondernemend interdisciplinair aspect, dat zit ook in de opleiding vervat. Ik ga daar dadelijk een aantal voorbeelden over aanhalen. En een vierde belangrijke pijler is eigenlijk blended learning. Wat niet meer en niet minder wil zeggen, als we hebben zowel contactonderwijs, waarbij dat jullie naar ons komen, naar de school komen, om lessen te volgen en in groepsdiscussies te participeren. Maar andere Anderzijds zijn er eigenlijk ook momenten dat je thuis zelfstandig aan de slag moet gaan om inhouden te bestuderen, je eigen te maken, terug naar school te komen en die te rapporteren. Die vier pijlers die zijn zeer voornaam en die ja, maken eigenlijk onze opleiding. Nu, en die opleiding, gebaseerd op die vier pijlers, die kent hoorcolleges. Hoorcolleges, zoals we ze allemaal wel kennen vanuit de Amerikaanse en misschien zelfs de Belgische films, grote zalen... Eén lesgever van voor die eigenlijk heel veel informatie geeft, jullie noteren, gaan naar huis en bestuderen. Daar hebben wij een aantal van. Maar zoals je ziet, dat percentage een vrij laag aantal, want wij willen sociaal constructivistisch. We willen actief aan de slag gaan. En een hoorcollege is niet onbelangrijk, maar is eerder passief en zal jullie belangrijke theoretische basiskennis meegeven. Daarnaast hebben we onderwijsgroepen. Dus die grote groep, die 100, 120 man in die aula, die wordt opgedeeld in kleine groepjes van om en bij de 12 personen per groep. En dat noemen wij een kleine groep. En met die kleine groep gaan we eigenlijk in de onderwijsgroep aan de slag. Die moeilijke theoretische concepten vanuit dat hoorcollege worden eigenlijk verder bediscuteerd in die kleine groepjes van 12 personen met een persoonlijke tutor, met een persoonlijke lesgever. En dat kan ik zijn of dat kan een collega van mij zijn. Dus we gaan eigenlijk die moeilijke theoretische concepten verder bediscuteren in een kleinere groepen waarbij dat de kans tot vraagstelling bij onduidelijkheden eigenlijk veel groter is. Nu wat zijn we alleen met theorie in de hoorcolleges, een verdere uitdieping in de onderwijsgroepen zonder praktijk? Daarvoor hebben we ook heel veel praktica. Effectieve praktijklessen, waar dat praktijksituaties, vaardigheden, het uitvoeren van een transfer, bijvoorbeeld een persoon van een rolstoel naar een stoel, of het uitvoeren van mobilisatietechnieken bij een persoon die uiteindelijk ja, stijve spieren aan de schouder heeft omwille van een hersenletsel, ik noem maar wat op. Maar dat wordt allemaal hands-on, realistisch geoefend in die praktijklessen. Om vervolgens uiteindelijk die Geleerde kennis, die geleerde vaardigheden toe te passen. Toon nu maar eens in een stage of in een projectstage, projectstage gekoppeld aan een bachelorproef, dadelijk iets meer daarover, maar toon nu maar eens wat dat je geleerd hebt op je stage. Toon nu maar eens bij echte patiënten wat dat je in je mars hebt. En dat is niet zomaar toon maar en trek je plan en los het jezelf op. Nee, dat wordt begeleid. Begeleid door iemand vanuit de school, een stagebegeleider, en begeleid door iemand vanuit het werkveld, je stagementor. En samen gaan we uiteindelijk ervoor zorgen... Dat je de geleerde vaardigheden, de geleerde theorie daar succesvol kan toepassen. En zoals ik daar juist eigenlijk al zei, naast de momenten in contact dat je op school bent of op de stageplaats bent, zijn er ook heel wat tijd, of is er ook heel wat tijd te spenderen aan eigenlijk zelfgestuurd leren. Nu, dat wil niet zeggen dat je krijgt literatuur mee, pa trek je plan ermee en soppen u op. Nee, dat bedoelen we daar niet mee. Je gaat uiteindelijk bijvoorbeeld in die kleine groepjes. Krijg je dus een levensechte casus? Fonds met een amputatie en fonds met die amputatie, bovenbeenamputatie, wil terug aan de slag als ramenwasser en moet daarvoor een trap op kunnen wandelen, op kunnen stappen. Nu, wat weten we al over amputatie? Wat weten we nog niet over amputatie? Wat moeten wij weten om fonds te kunnen helpen? Ja. En die laatste vraag is essentieel. Wat moeten wij weten om fonds te kunnen helpen? Je gaat dus eigenlijk met een aantal vragen naar huis. Je krijgt literatuur mee vanuit de school. En die literatuur ga je doornemen om die vragen te beantwoorden. En twee of drie dagen later kom je zelf terug naar de school en ga je in diezelfde kleine groep met diezelfde persoonlijke lesgever uiteindelijk die vragen beantwoorden en bediscuteren. Wat heb jij gevonden? Wat heb jij gevonden? Ah, dat is hetzelfde. Of, of oh, er ligt een nuanceverschil. In. Maar we komen tot een gemeenschappelijk besluit. Dus het is niet zomaar paf, hier heb je literatuur, stoppen die op. Nee, het wordt ingeleid en het wordt ook mooi en proper afgerond. Zodanig dat je zeker een volledig beeld hebt over wat je moet kennen, onder andere voor je examen. En als we dan eens een blik gaan werpen bijvoorbeeld, op hoe dat het eruit ziet in het eerste jaar, dan herken je hier om OG, onderwijsgroepen, vanuit de vorige slide. Hoorkollege, vanuit de vorige slide. NPR, praktijk, vanuit ook de vorige slide. Ja. En CU, voor de volledigheid, staat voor contacturen. Ja. En SP, voor studiepunten. Een voorbeeld. Stel nu, blok 1.2, inzicht in het handelen van kinderen, telt acht studiepunten. Ja, en je moet ongeveer tellen op een 25 tot 30 uur studietijd belasting voor één studiepunt. Ja, dus 8 x 30 laten we zeggen, zoveel uren ben je bezig aan die studie. En die studiepunten, of althans dat blok daarvan, van die 240 uren, lassen wij 42 uur in contact hier op school. 42 uur ga je op school zijn in een periode van zes weken. Hè. Want Blok 1.2 komt overeen met deze. Op het beeld is het misschien wat klein. Ik hoop van harte dat het op de slide wat groter staat. Dit is blok 1.2, jaar 1, het tweede blok. Tel zes weken nadien, examens op. En dan heb je gelukkig paasvak eh, paasvakantie, zeg ik. Kerstvakantie, uiteraard, hè. want dat is in december. Dus je hebt zes weken les-examen. En in die zes weken les hebben we 42 contacturen. En die 42 contacturen op zijn beurt zijn onderverdeeld in 24 uren onderwijsgroep in dat klein groepje en 18 uren hoorcollege in die grotere groep in die aula. En zo hebben we eigenlijk theorieblokken, blok 1.1 tot en met 1.5. Dat zijn de theoretische blokken. Maar parallel daaraan hebben we eigenlijk ook praktijkblokken. Handelingsvaardigheden kinderen en jongeren. Als we hier leren in de theorie dat een kind op zes maanden tijd objectpermanentie wel of niet heeft, en daarmee bedoelen we hier hebben we de pointer, daar ligt de pointer, ik dek die pointer af, waar ligt de pointer en dat kind weet dat die pointer daar nog altijd ligt, dan heeft die objectpermanentie die weet dat dat object daar nog ligt. Als we dat in de theorie leren, allemaal leuk en wel. Maar in de praktijk, handelingsvaardigheden kinderen en jongeren, brengen wij eens een massa kinderen naar school of gaan wij naar de kleuterklas, wij spreken, om dan, wat we in de theorie geleerd hebben, ook in de praktijk te kunnen observeren. Of daarmee aan de slag te kunnen gaan. Of ik hoop dat mijn punt wat dat betreft eigenlijk duidelijk is. Bewegingsanalyse A, bewegingsanalyse B, dat is eigenlijk wat de anatomie. Hoe maakt of wat maakt dat ik nu kan bewegen in deze ruimte? Welke spieren heb ik nodig om bijvoorbeeld nu iets op het bord te kunnen aanduiden? Zeer voornaam om achteraf ook te kunnen gebruiken in de revalidatie. Maar zoals ik al zei, modulair zes weken les, we hebben een examen? Zes weken les, examen, zes weken les, examen, zes weken les en zo verder en zo verder. Al het geel is eigenlijk stage en in totaal hebben we eigenlijk duizend uren stage die je zal doorlopen duizend uren stage in vier grote verschillende sectoren. Dat wil dus zeggen dat je eigenlijk een heel ruim beeld hebt van waar dat een ergotherapeut op het einde van de rit te werk gesteld kan zijn, zodanig dat je na drie jaar opleiding perfect voor jezelf weet: oh, in die doelgroep dat zie ik volledig zitten, dat is mijn ding. En die doelgroep, ja, nee, dat vind ik toch nog niet zo leuk, daar blijf ik beter vanaf, of ik ga me daar juist een verder scholen. Dat is allemaal uh, mogelijk. Nu, nu wil ik heb ik bepaalde elementen aangehaald, zoals hoorcolleges, onderwijsgroepen, praktica. En we hebben daar een bepaald beeld bij, maar ik zou daar nog iets meer over willen vertellen. Hoorcolleges bijvoorbeeld, we hebben die zowel face-to-face, -face, dus de studenten komen, de juniorcollega's komen naar school, zitten op een stoel, hebben een laptop, hier en daar een glas of een fles water om wat te drinken tussenbij. Maar die luisteren vooral naar wat die persoon te vertellen heeft. Nu, er is altijd interactie. Die persoon zal vragen stellen aan het publiek. En de studenten zullen op hun beurt vragen stellen aan die persoon. Maar het is eerder een passieve onderwijsvorm. Het leuke daarbij is dat die hoorcolleges opgenomen worden. Ja, zodanig dat ze achteraf ook ter jullie beschikking worden gesteld. Zodanig als er achteraf thuis in uw studie voor de onderwijsgroep of voor bijvoorbeeld het examen nog wat vragen zijn, dat je probleemloos terug kan kijken naar die opname. Dus we hebben hoorcolleges face-to-face -face en web-based. Daarnaast die kleine fameuze onderwijsgroep. En dat is echt wel de kracht en het unieke in onze opleiding: dat we op deze manier aan de slag gaan met die kleine groepjes. Waarbij we aan de hand van een casus, een probleem, een hulpvraag van een bepaalde persoon, een gevoel van urgentie creëren. Een gevoel van intrinsieke motivatie bij de student. Oh ja, fonds, die fonds van daarnet, die wil ik echt gaan helpen. En die, dat gevoel van urgentie dat gaat dan vervolgens overgaan in wat weten wij er al van? We gaan Kennis met elkaar delen. Wat weten we er nog niet van? We gaan elkaar eigenlijk helpen. We gaan samenwerken, collaboreren en we gaan elkaar coachen. We gaan dat bestuderen. En op het einde van de rit, twee, drie dagen later, kom je eigenlijk nog eens terug in die kleine groep en ga je uiteindelijk vertellen. Assessment as learning. Zonder dat daar een punt op staat. Maar je kan wel aftoetsen voor jezelf of je de kennis voldoende beheerst. Kleine groepjes onderwijs. Heel, ik vind dat super aangedaan. Daarnaast praktica, dat is gewoon doen en ervaren. Daar heb ik verschillende sfeerbeelden voorbij. We hebben exploratiewerkvelden in het eerste jaar, bijvoorbeeld dat therapeuten, ergotherapeuten uit het werkveld naar de school komen en jullie verschillende workshops aanleveren om jullie aan de lijf te laten ervaren wat dat een ergotherapeut eigenlijk doet bij kinderen, bij volwassenen, bij ouderen. Daarnaast hebben we ook in het eerste jaar een hulpmiddelenbeurs, waarbij je dat verschillende leveranciers denken aan spronken, orthopedie, orthomet, vigo en zo verder. Heb ik misschien enkele vergeten te noemen, maar swat, ik word toch niet betaald daarvoor. Maar dan komen die eigenlijk naar school en laten die een aantal hulpmiddelen zien. En laten die ook een aantal hulpmiddelen gebruiken, dat je ook weet wat dat betekent en hoe dat, dat voelt voor een patiënt die bijvoorbeeld in een tillift, in een actieve tillift, hangt of staat. Daarnaast hebben we, dat gebruiken we in de drie opleidingsjaren, een oefenhuis. En wij noemen dat de Experience Street. Dat is eigenlijk gewoon een appartement. Een volledig appartement met verschillende lokalen, een keuken, een woonkamer, een badkamer, slaapkamer, bureau. Waarbij dat we eigenlijk een situatie kunnen simuleren, een echte huiselijke situatie, waar dat we bijvoorbeeld gesprekken kunnen gaan simuleren of waar dat we de transfer van de rolstoel naar bad of in- en uitbad kunnen gaan aanleren, zo echt mogelijk. Kunnen wij in het oefenhuis die situaties simuleren. Daarnaast, naast die situaties in het oefenhuis, nodigen we ook heel veel simulanten of ervaringsdeskundigen en zelfs echte patiënten uit in onze school, waarbij dat jullie in dialoog kunnen treden met die echte persoon, met die ervaringsdeskundige, met die echte patiënt. Om uiteindelijk ook weer zo authentiek mogelijk en u zo voorbereid mogelijk op stage te kunnen sturen. In het tweede jaar bijvoorbeeld ook cliëntencontact. Dit is nu een persoon waar ik daar juist naar refereerde, met die bovenbeenamputatie. Die komt dan naar school om zijn verhaal te vertellen. Jullie kunnen weer vragen bijstellen. En dat zijn super, super leerrijke momenten. En dan... Hebben we het daar juist ook al eens over gehad? Die interdisciplinaire dagen. Wat zijn wij alleen als ergotherapeut? Juist niks. Wat is een verpleegkundige alleen als verpleegkundige? Juist niks. Samen maken wij eigenlijk juist de kracht. En dat doen wij ook in onze opleiding door verschillende interdisciplinaire lesactiviteiten eigenlijk, uh, ja, mogelijk te maken. Daar, het laatste denk ik dat het is. Maar zojuist hadden we het over de Experience Street, dat oefenhuis. Dat is een niet aangepaste woonomgeving. In schril contrast daarmee hebben we ook het UD Woonlabo, dus een hyper aangepaste woonomgeving, waarbij dat uiteindelijk de woning voor ongeachte leeftijd, ongeachte beperking, zeer functioneel en zeer bruikbaar is. En ook daar gaan we eigenlijk aan de slag gedurende de opleiding, dat we een heel mooi contrast kunnen zien tussen wat dat niet aangepast is en hoe we daar onze plan kunnen trekken, versus wat dat super aangepast is en iedereen ook zijn plan kan aantrekken. Dus we hebben daar wat dat betreft wel de twee uitersten. Vervolgens, zelfgestuurd leren, deze quote, die vond ik eigenlijk wel heel treffend van een student op het einde van een zes weken blokperiode. Dat hij eigenlijk aanhaalt dat studeren en rapporteren in die groep, dat dat eigenlijk zeer zinvol is. En dat bracht voor haar heel veel zekerheid, het is een haar, heel veel zekerheid, omdat die tegenstrijdigheden waar dat zij mee zat, eigenlijk weggewerkt zijn. En dat die zorgen van ben ik volledig geweest, ben ik niet volledig geweest, ken ik voldoende, dat, dat, dat wordt dus dat weggewerkt. En dat, dat vond zij zeer, zeer, zeer. Uh, leuk en zeer zinvol. Stages vervolgens. Hè? Zoals ik al ju juist gezegd heb, we hebben we drie plus één. Dat zijn vier periodes. Hè? Maar we hebben drie reguliere periodes. Daar willen we eigenlijk mee zeggen gewoon stages op het werkveld zonder dat daar eigenlijk iets aan gekoppeld is. Ja, weliswaar wat opdrachten, maar ervaar en voer ergotherapeutische taken uit in de werkkontext. Hè? En daarnaast hebben we eigenlijk één projectstage. En dat is een heel mooi iets, want die projectstage is gekoppeld aan de bachelorproef. BAP, bachelorproef. En die bachelorproef, ja, dat is eigenlijk uw eindwerk, uw thesis of uw gip in uw derde opleidingsjaar. Waarin je eigenlijk een heel jaar lang aan een onderwerp aan het werken bent. En het is supermooi en superinteressant om, als je daar dan heel lang aan gewerkt hebt, om eigenlijk ook in uw stage, in het werkveld, eigenlijk uw product... Uw resultaat te kunnen aftoetsen of om juist data, gegevens te verzamelen om die te integreren in uw bachelorproef. Dus daarmee dat wij die periodes wel opsplitsen in reguliere periodes, niet gekoppeld aan een project, versus één periode wel gekoppeld aan een project. Dus in totaal hebben we eigenlijk vier grote stageperiodes, wat overeenkomt met duizend stageuren. Er is nog één afkorting wat dat hier staat, en dat is ook wel een zeer krachtig element: IDLWP interdisciplinaire leerwerkplaatsen. Opnieuw een interdisciplinair gegeven waarmee we willen zeggen, bijvoorbeeld dit hier, die afbeelding in de achtergrond, dat is een groepje interdisciplinair therapeuten, zorgkundigen, dokters. En eigenlijk is dat zo dat we in een woonzorgcentrum of in een ziekenhuis Studenten eigenlijk één vleugel van een afdeling volledig voor zichzelf laten, door zichzelf laten runnen. Want een team bestaat uit een ergotherapeut, een sociaal werker, maatschappelijk assistent, een arts, een kinesist, een verpleegkundige. Dat zijn allemaal verschillende disciplines die samen instaan voor de zorg van alle patiënten in één vleugel. Nog altijd onder supervisie, klopt, nog altijd. Maar eigenlijk is daar de bedoeling dat ze zelfstandig als team aan de slag gaan. Interdisciplinaire leerwerkplaats. Dat is iets anders dan een reguliere stage, want daar is gewoon een ergotherapeut-student die door een ergotherapeut wordt begeleid. Hier zijn de verschillende disciplines die elkaar eigenlijk begeleiden en uh, ondersteunen om het mooie eindresultaat te bereiken. Die stages van daar juist. Eender welke stage, zowel de reguliere stage als die projectstage, kan in binnen, maar kan ook in buitenland. En hier kan je de landen niet zou, maar de gele dotjes die je eigenlijk ziet, dat zijn de plaatsen waar we op dit moment eigenlijk eh, allemaal stages kunnen eh, aanbieden. Dus dat is, een, ja, dat is wel een heel mooi aanbod lijkt mij. Die bachelorproef, denk tot slot, hè, want dat is het sluitstuk van de opleiding. Dat is een element waar dat ik zojuist al aanhaal. Daar werk je een heel jaar aan. En die bachelorproeven, dat zijn eigenlijk vragen die komen vanuit het werkveld, van werk mij. Ik, ik zit met dat probleem, dat is mijn vraag eigenlijk. Kunt je mij daar eens een antwoord op geven? En daar werken we een heel jaar aan. En sommigen werken met PXL Zorg Innovatie zelf samen. Wat wil zeggen dat wij hebben een onderzoeksgroep in, de, in het eigen departement, het departement healthcare heeft een eigen onderzoeksgroep, en dat is eigenlijk zorg Innovatie. Innovatie, die nauw in verband en in contact staat met die verschillende werkgevers, met bijvoorbeeld die verschillende stagepartners ook. En die die, eigenlijk, die, die vragen allemaal ja, bundelt, clustert en daar eigenlijk een onderzoeker tegenaan zet als ze dat willen, als ze de stageplaats willen, want dat betaalt natuurlijk. Dus is daar een onderzoeker tegenaan plaatst. En die onderzoeker die gaat dan eigenlijk die onderzoeksvraag delen met studenten en studenten kunnen ervoor kiezen om mee te werken aan dat onderzoek. En dat is ook een vorm van bachelorproef. Hoe het ook draait of keert. Wordt dus eigenlijk een vraag gesteld vanuit het werkveld, en dat werkveld is bereid daarvoor te betalen, dan zal het via onderzoek gaan, bijvoorbeeld. Maar het is een heel jaar lang dat je eigenlijk mag werken aan je eigen, aan je eigen product. En onthoud, vooral, je mag ook in één periode effectief je product gaan uitrollen of data verzamelen in functie van je bachelorproef. Dat is al een heel verhaal op zichzelf. Nu doe je dat alleen? Nee, ik hoop dat de teneur in mijn verhaal al duidelijk heeft gemaakt dat je alles behalve alleen staat in dat verhaal. Hè? Dit ben jij. Hè? De student of de junior collega, maar die student die wordt omringd door verschillende personen, door verschillende overlegorganen. En zo is er bijvoorbeeld uw tutor, uw persoonlijke lesgever van daarjuist. Die staat in zeer nauw contact met die student, want het groepje is maar twaalf man groot, dus staat in zeer nauw contact, dus uw tutor. Daarnaast Naast die tutoren is er ook altijd een CPO, een contactpersonenoverleg. Wat wil zeggen dat ieder klein groepje heeft één afgevaardigde die eigenlijk in contact staat met de coördinator van een bepaald opleidingsonderdeel. En door dat contactpersonenoverleg kan iedere studentengroep eigenlijk aangeven van oh dat loopt wat moeilijker, dit vind ik onduidelijk, kunnen we daar een bepaald antwoord op formuleren en zo verder en zo verder. Dus je kan je ongerustheden ook uiten via dat overleg. Daarnaast hebben we ook een stu stu studentencommissie. Dat zijn een aantal studenten uit verschillende opleidingsjaren, die uiteindelijk samen de studentencommissie vormen en op regelmatige basis bij mij eigenlijk aan tafel op de bureau zitten om uiteindelijk de elementen die goed verlopen te benoemen, maar ook de elementen die misschien voor verbetering vatbaar zijn te benoemen. En dan gaan we daar ook weer mee aan de slag. Ja. We hebben een opleidingsraad, een opleidingsbureau, wat dat eigenlijk wil zeggen: dat alle collega's ook op regelmatige basis samen zitten om de violen gelijk te stemmen. En we hebben een werkveldcommissie, en dat wil ik u meegeven. Dat lijkt nu een ver van uw bedverhaal, maar die werkveldcommissie komt drie tot vier keren per jaar samen, waarbij dat we de inhouden van de opleiding afstemmen met een. Ja, met een bepaald aantal personen uit het werkveld om te kijken, zijn de inhouden nog relevant? Moet er iets bijgespijkerd worden? Moeten we iets uit de opleiding halen? Moeten we er iets bij steken? Dus altijd is onze opleiding up-to-date. En daarnaast hebben we eigenlijk ook nog het student point, waarbij dat ja, een aantal collega's u kunnen ondersteunen bij, als je het moeilijker hebt met het plannen, als je het moeilijker hebt bij het studeren van bepaalde inhouden, dan wordt er allemaal in een één-op-één relatie uiteindelijk ondersteuning geboden. Ja. Swat, ik ben ongeveer bij het einde van heel mijn verhaal en dan wil ik je nog een aantal facts en figures graag meegeven. In die zin voor de volledigheid. Hè. In die zin kunnen we eigenlijk of merken wij op basis van de VDAB gegevens dat als een persoon met een diploma ergotherapie afgestudeerd is dus en die persoon zoekt werk, dat eigenlijk bijna iedereen, 98% ook een jaar na afstuderen aan het werk is. Van de persoon die natuurlijk werk aan het zoeken waren. Ja. 98% is één jaar na afstuderen aan het werk, waarvan maar liefst drie kwart 75-76%, te werk gesteld is als ergotherapeut of aanverwant. En met aanverwant bedoelen we orthopedagoog. Hè. En dat is eigenlijk ook een leuk element om mee te geven. Je hebt eigenlijk een erg, met een ergotherapiediploma kan je te werk gesteld worden als orthopedagoog, andersom helaas niet. 58%, iets meer dan de helft werkt binnen de provinciegrenzen. De andere helft werkt er dus buiten. Dus Limburger-Wereldburger klopt wel. En als je al van buiten de provincie komt, ben je al per definitie een Wereldburger. Hè? Want je komt naar Limburg. En dan hebben we 42% tot slot die eigenlijk nog een uh, ja, verder. Studeeractie onderneemt. En dan zijn er daar het merendeel eigenlijk die een master of een bachelor na bachelor volgen. En dan willen wij eigenlijk mee aangeven dat ook onze driejarige opleiding, als je ziet dat er 42% verder studeert, waarvan 30% een verder studeeractie combineert met een tewerkstelling, dat wij eigenlijk voldoende bagage meegeven in de driejarige opleiding om ook uw masterstudie te kunnen gaan aanvatten. En dat vind ik ook nog wel een heel belangrijk element om mee te geven. Nu, ik ben bij de laatste slide ondertussen aangekomen en ik heb een heel aantal elementen aangehaald. Maar ik hoop vooral dat je dit onthoudt: de actieve lesvormen, de intensieve coaching onder andere, dat je ervaring kan opdoen in binnen- en buitenland. Dat we interdisciplinair samenwerken super hoog in het vaandel dragen. Dat wij eigenlijk heel veel stages aanbieden: een gevarieerd stagenetwerk netwerk hebben. Dat wij onderzoek en werkveld combineren, onder andere in. De bachelorproeven en dat onze afgestudeerden vlot werk vinden en/of verder studeren. Ik wens u heel veel succes. Ik hoop dat ik u voldoende heb kunnen informeren. Zijn er nog vragen? Aarzel niet. Ik neem contact met ons op. Maar ik hoop uh, dat het voldoende duidelijk was. Ik wens u heel veel succes. En ja, tot in september.